Ja, KnutselTV houdt van kleur. Want waarom zou je nou tijdens de feestdagen beperken tot de rood, groen, zilver en goud? Nee, wij gaan voor alle kleuren van de regenboog, Hanno. Ja, tijdens deze gezellige maanden gaan we uitpakken met gekleurde knutsels. En ik ga beginnen met een leuke gekleurde veerkrans. Voor mijn krans heb ik nodig een piepschuimkrans, bison alleslijn, veren in alle kleuren, lint, kerstbal, speld en een schaar. Ja, en die vrolijkheid die gaat nog even door, want hier was ik. We gaan ook een hele vrolijke piepschuime ballonnenbal maken. En daar heb ik het volgende voor nodig. Een piepschuimbal, 250 gekleurde ballonnen. Spelden, lint, een kwastje en een schaar. Nou, ik begin deze krans door een lint aan te maken. En ik vind deze eigenlijk wel heel leuk. Dus die doe ik er allereerst omheen. En dan ga ik deze krans beplakken met veren. En dat doe ik met de bison alleslijm. Het staat gewoon in het kastje. Ja, super handig. Dit is een handige lijn, want ik zag jou al draaien. Is er een klein stukje en een groot stukje? En een groot stukje. Dus voor de grote oppervlakken kan ik dit gebruiken. Maar wat nou zo handig is van deze lijm, is dat die op waterbasis is. En je zult je afvragen waarom dan? Nou, als je lijm gebruikt met oplosmiddel daarin en ik smeer dat op een krans van piepschuim, dan vreet het alle piepschuim weg. Nou ja, ik kan met mijn bal aan de slag. Ik heb nog 250 ballonnen te gaan. Daar heb ik naaldjes voor nodig, spelden. Die zijn vandaag mijn beste vriend. Heel doosje vol. En dan is het eigenlijk prikken maar. Wel even goed opletten hoe je prikt. Want ik heb hier begin met de gele. En dan prik je hem gewoon middenin. En dan kunnen we er nog 249 doen. Nu nog even de achterkant en dan is die bijna af. Als je snel last van je duim krijgt of niet zo graag een rood duimpje wil hebben, kun je ook kiezen voor knopspelden in plaats van de spelden die ik hiervoor gebruik. Voordat we verder gaan met prikken, even een lintje, want dan moet straks natuurlijk ook opgehangen worden. Dan gaat altijd even makkelijker op de helft. Ik doe hem dan over de ballonnen heen, zo aan de onderkant. Zodra ik trek die ballonnen er onderuit. Even een flinke knoop erin zetten. Dit is echt een knutsel voor vrolijke Fransen. Hap, 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 hap. Ben jij ook zo geworden? Zou je die thuis ophangen, Anouk? Ja. Ja? En dan zou ik hem hangen op mijn toilet. Nou, het grote oppervlak heb ik al gelijmd met alle veren erop, maar ik wil dit kleine veertje ook nog doen. En daarvoor gebruik ik even het tuutje van deze lijm. Nou, dan kan ik hem af gaan maken. En dat doe ik door deze vrolijke kerstbal in mijn krans te hangen met een naaldje. En die prik ik er dan gewoon in. Is die al af? Nee, want er komen ook nog belletjes aan de onderkant. Oh. Doe op dezelfde manier deze vrolijke... Oh, fijne muziek! En wil jij daar ook twee? Ja, dat kunnen we hier wel doen. Ja, laten we... Ja, ik kan ook een kwastje doen. Even kijken wat ik mooier vind. Deze, hieronder, of deze. Oh, dat vind ik ook leuk. Ik vind dat leuker. Oké, dag belletjes. Hey. Prik je ook gewoon weer met een naaldje in die piepschuimbal. En dan is de mijne klaar. Dit is toch te gezellig. Mooi hoor. En deze? Hoeveel ballonnen zaten er ook alweer? Ja, veel. Heel veel. Heel veel.